Ik ben Martin van Brakel. Ik werk 23 jaar als huismeester bij woonsteden. En dat kun je ook wel zien in mijn kleur, hè? Word ik een dagje ouder. Onder andere mijn complexen, daar zit ook een tweetal seniorencomplexen er op een gegeven moment bij. Dat waren vroeger reguliere complexen. Er wonen gewoon gezinnen op een gegeven moment in. Woonsteden die besloten op een gegeven moment om daar seniorencomplexen van te maken daar. Nou, er was eigenlijk heel veel animo voor. Mensen hadden zoiets van, nou, dat is eigenlijk de laatste fase in ons leven waar we willen wonen, beschermd wonen. We hebben ook wat faciliteiten gemaakt daar. We hebben dat een ontmoetingsruimte gemaakt daar. Dus daar was best heel veel animo voor. Maar goed, mensen worden ouder. Huismeester wordt ouder. En het voordeel is, als je wat langer daar loopt, dan ken je de bewoners ook allemaal. Wat ik ook altijd geprobeerd heb bij een kennismaking gesprek, om daar toch wel wat tijd in te reserveren. Want ik kwam er op een gegeven moment achter dat er gewoon heel veel kennis aanwezig is bij de bewoners. Bewoners kwamen in het begin natuurlijk met heel veel vragen van, ja, maar we zijn hier komen wonen en we vinden het helemaal niet seniorenbestendig. We zien op een gegeven moment hele hoge drempels en hoe moet dat naar de toekomst? Nou, dan zie je op een gegeven moment dat er eigenlijk dus nogmaals, dat er heel veel kennis aanwezig is bij bewoners. En wat ik eigenlijk gedaan heb in mijn toenmalig kleine kantoortje, gewoon wat mensen naar me toe halen en onder een genot van een bakje koffie, gewoon als je zegt van, moest goed luisteren, ik kan dat alleen voor jullie niet oplossen. Maar ik vind dat er gewoon heel veel kennis is bij elkaar. Dus wat ik gedaan heb, is eigenlijk mensen bij elkaar brengen en gezegd van, nou, misschien is het goed om eens te denken aan een bewonerscommissie of een bewonersorganisatie die ook de belangen van jullie kunnen verkondigen. Nou, dat heb een vorm gekregen daar. Mensen werden er enthousiast over. We hadden op een gegeven moment toch invloed op het beleid en de dingen die bij woonsteden van plan was daar. Goed, we zijn nu een x-aantal jaren verder. Ik moet zeggen dat ik het genoegen heb om in die complexen te werken. Als ik zie wat er al vrijwilligers rondlopen, als ik hoor in de wandelgangen dat er behoefte is aan vrijwilligers. Ik heb er heel veel. Ik heb hele actieve bewonerscommissies. Ik heb mensen gehad die zeiden van, die keken te veel naar eigen huis en tuin en die vonden dat wij het gras op een bepaalde manier maaiden. Hun hadden de andere gedachten over. Dus ik zeg van, nou, als jullie daar bepaalde ideeën over hebben, dan wil ik dat best faciliteren. Je kunt spullen op een gegeven moment krijgen daar. En het is een wisselwerking. Hun waren actief en het gaf een beter beeld. Zo heb ik mensen gehad die de grofvuilruimte wouden beheren. Allemaal vrijwilligerswerk daar in de hoogbouw, konden de grofvuil dan in ieder geval aangeboden worden daar. Dus allemaal dingen die het welzijn, de zorg in ieder geval te goed komen daar. Wat ik nu op een gegeven moment zie, ik kom nu te maken met een stuk vergrijzing. De gemiddelde leeftijd in die seniorencomplex is 78. Wat ik nu op een gegeven moment zie, dat buren, want die kennen elkaar natuurlijk heel goed, wonen er al jaren, willen best wel investeren naar elkaar. Ik heb nu te maken met mensen waarvan ik op een gegeven moment hen een spiegel voor moet houden van, ik zie dat je heel druk bent met de buren, maar tot hoever loopt dat? Want je hebt ook je eigen leven daar op een gegeven moment in. Op een gegeven moment krijg je natuurlijk met een materie te maken. Mensen worden ouder. Ik krijg te maken met dementie. Was voor mij voor jaren terug was natuurlijk een onbekend begrip. Ik kreeg verzoeken dat mensen zeiden van, er is bij mij een gebroken. Nou, ik was dan heel klantvriendelijk en ik zette daar een nieuw voordeurslot in. Alleen, een paar dagen daarna was er weer een gebroken. Dus dat schoot natuurlijk op een gegeven moment niet op. Dus dan ga je op een gegeven moment toch verbanden zoeken met professionals. En om in ieder geval mij te ondersteunen in mijn werk, want op een gegeven moment loop je daar ergens tegenaan. Wat ik op een gegeven moment als zaal in ieder geval mee wil geven, en dat ik vaak met professionals spreek van, ze hebben hele mooie folders, ze maken gebruik van de kennis van de bewonerscommissie, of ze maken de kennis van de beheerder of huismeester, noem het op een gegeven moment op. Ik probeer het altijd een beetje om te draaien. Ik zeg van, op het moment dat je als organisatie weet dat er mensen zijn die een stapje meer maken dan normaliter, gaat er eens naartoe. Zorg in ieder geval dat die mensen ondersteund worden. Want ik constateer nu dat soms buren, praat ik nog niet even over de kinderen, maar de buren daarnaasten, die daar op een gegeven moment heel ver in gaan. Dat mensen op een gegeven moment een weekje met vakantie willen gaan en eigenlijk op een gegeven moment een stukje bezwaard voelen van, hoe zal het met mijn buurvrouw gaan? Want die rekenen natuurlijk wel op die zorg. En dat wil ik eigenlijk een beetje als boodschap meegeven voor de professionals, van niet alleen maar zeggen van, dit is ons telefoon, dit is ons mailadres, maar investeer in die wijk, ga kijken waar je een aanvulling kan zijn, want die mensen die verdienen het.
Dank u wel voor uw aandacht.